Goedemiddag iedereen, hartelijk welkom op ons netwerk Klachtenmanagement. Voor een aantal mensen nieuw, dus we hebben nu dit jaar er eigenlijk ook een keer aan gedacht om communicatiemedewerkers ook uitdrukkelijk uit te nodigen. We vinden dat een goede combinatie, klachtenmanagers, communicatiemedewerkers, om samen een keer die dingen te doen. Het onderwerp van vandaag hebben jullie in de uitnodiging kunnen lezen, dus we willen graag een keer kijken naar social media. We hebben dat eigenlijk met het netwerk Klachtenmanagement hebben we dat 4 jaar geleden, denk ik, al eens gedaan. En toen ging het eigenlijk heel specifiek echt over klachten via sociale media. Hoe moet je dat doen? Wat doe je daarmee? En dit jaar hadden we eigenlijk gedacht om het een beetje meer open te trekken. Gewoon dienstverlening, publiekswerking in het algemeen. Mensen reageren meer en meer op die weg. Dus wat doe je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Nieuwe bestuursdecreten kwam het ook in de aandacht. Is er ook discussie van... Moet je daar ook via sociale media signalen capteren, ja of niet, ja of nee? Dus we hebben 2 presentaties van De Lijn en van Vlaamse Overheid meer algemeen daar rond. Ik zal zo meteen korte mensen nog voorstellen, maar ik geef misschien eerst even het woord aan Bart om kort in te leiden. Ik ga heel kort zijn, Chris, want jullie hebben me voormiddag al gehoord. Maar wij zijn fan bij de ombudsman van het bestuursdecreet dat in voorbereiding is. Omdat we zien dat men daar eigenlijk meer dingen doet dan vroeger. Vroeger was er het klachtdecreet en dat was het zowat. Je ziet in het bestuursdecreet, de minister-president heeft het vanmorgen ook gezegd, dat we ook gaan antwoorden op beleidsvoorstellen van burgers en ook gaan antwoorden op meldingen. Eindelijk hoeven we dat onderscheid tussen meldingen en klachten, hoeven we ons daar niet meer over te buigen. En als wij jullie verslagen aan het lezen waren de voorbije weken, dan zagen we eigenlijk dat we in heel wat overheidsdiensten ook al gewoon complexloos aan het omgaan zijn met sociale media. Hè. En dat doorprikt eigenlijk soms allerlei debatten die er zijn van moeten we wel in sociale media stappen en hebben we daar grote strategieën rond nodig. Er zijn wel degelijk al een aantal strategieën. En vandaar dat we het wel fijn vinden om vandaag naar enkele van die strategieën te kijken. Alsjeblieft, Chris. Oké, dankjewel. Ik ga nog één praktische mededeling doen. We hebben vandaag ook voor een streaming gezorgd van de vergadering. Daarom wil ik ook hier, kunnen jullie daarna het ook terug bekijken via het YouTube-kanaal van het Vlaamse parlement. Maar daarom ook de vraag van, als jullie straks tussenkomen met vragen of reacties, van altijd de micro aan te zetten. De mensen die op de bezoekersstoelen zitten, daar zijn natuurlijk geen micro's, maar misschien dat je dan wel... een van de micro's op de achterste rij even kunt gebruiken. Maar ja, wat dat niet in de micro gezegd wordt, ja, dat kunnen we dan niet capteren. Dus dat gaat dan een beetje verloren. Dan is er een vraag en je hoort de vraag niet, maar wel het antwoord. Dat gewoon praktisch. En dan geef ik graag eerst het woord aan De Lijn. We hebben 2 mensen van De Lijn, Kelly Seretti en Astrid Hulhoven. Astrid kennen jullie van tv misschien, hè? Als woordvoerder. Kelly is onze vaste contactpersoon bij de klantendienst van De Lijn, waar we een hele goede samenwerking mee hebben. Ik denk dat is daar straks ook aan bod gekomen. De Lijn zeer alert is om goed om te gaan met klachten, daarop reageert. En natuurlijk een openbare vervoersmaatschappij, zelf gebruik ik de trein regelmatig en bus en tram zal het niet anders zijn, is heel gevoelig voor wat dat er getweet en gefacebookt en gedaan wordt van de bus die weer niet komt opdagen, imago daar rond. Dus De Lijn is zeker een beetje, denk ik, binnen de Vlaamse overheid een voorloper van te vangen van wat dat er op die sociale media leeft, van wat dat er gezegd wordt. Dus daarom dat we hen eigenlijk als eerste gevraagd hebben om een keer een reflectie te geven over die sociale media. Wat dat je daarmee kan doen, moet doen, zou moeten doen, waarom wel, waarom niet. Kelly en Astrid, aan jullie het woord. Goedemiddag allemaal. Ik ben veel meer dan alleen maar woordvoerder. Ik ben eigenlijk gewoon backup woordvoerder. Dat wil ik altijd even zeggen. Het is niet dat ik dat niet graag doe, maar ik ben verantwoordelijk bij De Lijn voor alles wat corporate communicatie is. En dat wil ook zeggen dat interne communicatie daaronder valt. Dat wij evengoed het jaarverslag maken van De Lijn, het corporate jaarverslag. Dat wij sociale media het proactieve luik voor ons rekening nemen. Dat is eigenlijk een hele, hele brede waaier aan dingen. En ik ben hier samen met Kelly vandaag om aan te tonen... Bart heeft het eigenlijk van de morgen ook een stukje gezegd. Communicatie en klantendienst zit bij ons heel fel verweven. Kelly gaat dat duidelijk vertellen, hoe dat wij de taken verdelen rond sociale media. Maar we vonden het daarom ook heel belangrijk om het samen te komen vertellen, het verhaal. Omdat we net zo nauw samenwerken elke dag. Vaak horen wij elkaar minstens 1 keer per week en anders horen onze medewerkers elkaar wel. Minstens 1 keer per week. Wat gaan we vandaag vertellen? We gaan het verhaal proberen te vertellen, hoe zijn wij georganiseerd? Hoe werkt dat vandaag? Als je een tweetje stuurt naar De Lijn, wat gebeurt er dan allemaal achter de schermen? We gaan ook vertellen hoe wij sociale media inzetten als het er crisis is.
dat een heel krachtig instrument kan zijn voor crisiscommunicatie, omdat je dan heel goed voelt wat de buitenwereld zegt. We gaan een stukje, want dat was echt de vraag ook toen we hier kwamen, toen we gevraagd werden, vertellen hoe wij omgaan met eigen medewerkers die op sociale media zijn. We hebben er heel wat, dus dat is logisch dat die even goed tweeten en Facebooken en dat ook af en toe doen over de lijn zelf en hoe dat we daar dan mee omgaan. En ik wil eigenlijk beginnen met een beetje introductie van de lijn, waar zitten wij en hoe komt het dat wij op sociale media gegaan zijn? Ik heb een pointer, normaal gezien werkt dat. Ja, dit was de eerste. Ik heb hem vanmorgen getest en nu doet hij het niet. Boah. Voilà, dit is ons werkveld. Wij zeggen altijd dat er 3 miljoen mensen zijn die jaarlijks gebruik maken van de lijn. Er zijn ongeveer 7 à 6 miljoen afhankelijk van... Als je 7 miljoen, als je de kinderen meetelt, heb je 7 miljoen Vlamingen. 6 miljoen meningen hebben eigenlijk... kunnen een mening hebben over de lijn. Want niet iedereen... We zeggen dat 3 miljoen Vlamingen ons gebruiken, maar dat wil niet zeggen dat die 3 miljoen die ons niet gebruiken geen mening hebben voor ons. Dus we kunnen potentieel 6 miljoen meningen hebben. We weten van het onderzoek dat 7 op de 10 Belgen actief is op sociale media. Ook 65-plussers, die trouwens veel meer en meer op Facebook beginnen actief te zijn. 6 op 10 van de Belgen heeft een smartphone, dus kan ook onderweg tweeten of onderweg iets checken op een Facebook-berichtje van ons. Wij hebben 8000 chauffeurs. Daar zitten onze onderaannemers mee ingeteld. 50% van onze kilometers rijden we zelf. 50% wordt gereden door privéondernemingen die een opdracht rijden van ons. 300 controleurs, ook een functie die zeer zichtbaar is en waar nogal eens vragen en bedenkingen rondkomen. Die controleren onze eigen chauffeurs en die staan ze ook bij op het terrein. Als er bijvoorbeeld accidenten zijn of als er iets gebeurt, is een agressiegeval, dan gaan onze controleurs mee ondersteunen. Maar onze reizigers kennen die natuurlijk vooral omdat die op zwarte rijden gaan controleren. En dat geeft soms ook wel eens vragen, bedenkingen, potentieel conflict. Meer dan 1000 lijnen rijden wij in Vlaanderen, tot in de kleinste uithoeken. Meer dan 40.000 haltes, hetzelfde, van de stad tot het platteland, staat er wel ergens een haltepaal. Wat maakt dat wij heel zichtbaar zijn? En dat het eigenlijk raar zou zijn, moesten wij niet mee gestapt zijn in dat verhaal van sociale media. Want onze mensen zijn daar, onze klanten die dagelijks met ons reizen, zitten daar ook. Dus waarom zouden we daar dan zelf niet in gaan zitten? Ja, nu moet ik dus heel te zeggen, volgende slide. Deze slide heb ik meegebracht om een beetje te tonen wie onze reizigers dan ook zijn. Wij doen om de 2 jaar een groot onderzoek. Het reizigersprofiel heet dat. En daar proberen we mee te detecteren. Dat is een heel jaar dat er veldwerk gedaan wordt. Op alle mogelijke lijnen. We gaan mensen telefonisch bevragen over waarom ze reizen, wie ze zijn, hoe oud ze zijn, welk soort vervoerbewijs ze nemen. Dit zijn cijfers uit 2015. Het veldwerk voor de nieuwe is vorig jaar gebeurd. Nu, ik heb ze gisteren gezien en het beeld is een beetje gelijk gebleven. De grote verschillen met 2015 is dat we iets minder 65-plussers in onze reizigers hebben. Niet zo verwonderlijk is aangezien die nu moeten betalen. Dus dat hadden we eigenlijk ook wel verwacht, dat die groep een beetje ging kleiner worden. Maar die groep in C is de groep verhuisd. We zien wel dat er meer actieven, dus die groep 25-64 is groter geworden. Terwijl dat die toen ongeveer 50% is, dan nu iets van een 55%. Die is iets gegroeid. Wat ik ook leuk vind aan deze slide, is dat je ziet, en dat is een van de perceptiedingen die over de lijn nogal vaak heerst. Dat is toch een die ik vaak hoor. Ik ga een kat de kat noemen, de lijn, dat is ervoor... Sukkelaars. Dat is voor mensen die geen auto hebben, dat is er voor mensen die geen alternatief hebben. Dat is een kritiek die wij heel vaak horen. En als je hier het profiel bekijkt, dan zie je dat dat niet klopt. Kijk naar sociale klasse. 35% zit in wat wij de hoogste categorie hebben gedetecteerd. 85% heeft ook een auto. Dus mensen kiezen wel degelijk om voor ons, met ons te reizen en niet omdat ze moeten. Allee, er blijft natuurlijk een groep dat wel doet, maar dat is niet de hoofdgroep. Als je kijkt naar de gebruikersfrequentie, om daar een beetje uitleg bij te geven... Een very heavy user ben je bij ons van het moment dat je 4 keer per week op en af rijdt. Dus dat zijn echt wel de mensen die dagelijks gebruik maken van de lijn. Een low user, om dan het andere spectrum te nemen, dat is minder dan 2 keer per maand. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk 1 keer per maand, soms is ook een maand overslaat, dat je dan eens een op- en afrit maakt. En dan merk je, wij zeggen altijd, 45% van alle Vlamingen maakt minstens 1 keer per jaar gebruik van de lijn. Dus dat toont ook dat wij een heel groot doelpubliek hebben. Dat wij heel breed tot in de huiskamers zitten. Voilà. Waarom zijn wij 5 jaar geleden gestart met sociale media? Eigenlijk vanuit het idee, wij willen die conversatie aangaan.
Onze reizigers zijn onderweg. Wij willen een manier vinden om met hen, ook als ze onderweg zijn, te kunnen praten. We willen die drempel zo laag mogelijk maken om hun reacties te kunnen peilen, om te voelen waar ze mee bezig zijn, wat ze leuk vinden, wat ze minder leuk vinden. Om echt dat oor letterlijk onderweg te luisteren te hebben. Daarmee hadden we natuurlijk de focus om klantentevredenheid op te trekken. Omdat je dan niet alleen kan luisteren, maar ook zelf letterlijk in de zak van de mensen zit. Het helpt ons om grote verstoringen, want dat is iets dat we zien in onze klantentevredenheidsmetingen. Als het gaat over communicatie, dan krijgen we op communicatie niet altijd het beste rapport. Maar als je dan gaat dieper vragen, waar ben je niet tevreden over? Dan zeggen mensen ons heel vaak, we zijn niet tevreden omdat we onderweg niet weten wat er aan de hand is. We zitten op een bus en ineens staat die bus stil. Of we zitten op een tram en ineens is die 10 minuten later op bestemming dan. En waarom is dat? En we weten dat niet. We voelen dat daar heel veel frustratie zit. En dat is ook een stuk waarom we op sociale media gegaan zijn. Omdat op het moment dat er een grote storing is, kunnen we daar een tweetje versturen. En hebben we eigenlijk heel snel heel veel volk bereikt. Die vinger aan de pols, heb ik gezegd. En dan, laat ons een kat aan kat noemen. Het helpt ook om ons imago te verbeteren. Want het is een kanaal dat je zelf voor een stuk in handen hebt. En dat je dus zelf je eigen verhalen kan vertellen. En wat we bijvoorbeeld heel consequent proberen te doen. En dan heb ik hier even mijn petje van backup woordvoerder aan. Als we in de pers geweest zijn met een item of we brengen iets naar buiten, gaan we dat ook elke keer op onze eigen sociale media zetten. Omdat we dan weten dat we het frame, zoals wij het willen vertellen, ook echt zelf op die manier vertellen. En het is niemand anders is die het verhaal een beetje kneedt naar de invalshoek die hij of zij gekozen heeft. Voilà, het startschot hebben we dus in 2012 gegeven. Ere wie ere toekomt, dat was niet ik. Ik zat toen nog niet aan de knoppen, ik zat toen nog niet mee in het team. Dat was Tom, die er eigenlijk had moeten zijn. En daarom dat het ook logischer was geweest, moest Tom deze presentatie gegeven hebben. Nog even recap. Ik denk dat ik het meest wel gezegd heb. Ah ja, eentje die, en dat is dan waar Kelly het vooral gaat over hebben straks, die natuurlijk ook helpt, is dat je sneller kan anticiperen op vragen. Op het moment dat er ergens iemand tweet, oei, mijn tram staat vast in de metro, waarom is dat? Dan schiet er bij ons een heel apparaat in gang om te gaan kijken wat er aan de hand is, om zo snel mogelijk te kunnen antwoorden. Maar dat is eigenlijk meer Kelly haar verhaal. Voilà. Wij zijn er dan mee gestart, heel voorzichtig. Eerst met Facebook en Twitter. Op Twitter en Facebook doen we al... Eigenlijk hebben we 4 kanalen, dus je gaat ze alle 4 zien verschijnen, waar we allemaal een soort eigen invulling in geven. Op Facebook doen we functionele communicatie, gaan we dus wel... Functionele communicatie is eigenlijk jargon. Nu merk ik dat we daar jargon gebruikt hebben. Het is eigenlijk jargon om te zeggen reizigersinformatie. Maar Facebook gaan we alleen maar gebruiken bij reizigersinformatie die lang een impact heeft. Bijvoorbeeld, op 8 januari zijn onze dienstregelingen in heel Vlaanderen veranderd. Ga alsjeblieft naar de website om te gaan kijken wat er voor jou veranderd is. Dat zetten we op Facebook. We gaan daar niet op zetten. Morgen in Rozen, weet ik veel waar, die halte zal morgen niet gereden worden. Dat zetten we daar niet op. We zetten daar alleen maar de dingen die een grote groep aanbelangen en die langer duren. Een staking bijvoorbeeld gaan we wel op Facebook zetten, omdat dat een groter impact heeft. En daar hebben we wel echt het idee om ons eigen verhalen te vertellen. Dat is eigenlijk de eerste insteek van Facebook. En daar ook echt een community uit te bouwen die ons kan feedback geven, die ons kan vertellen wat er scheelt. En waar we misschien ook af en toe eens een vraag durven aan stellen. Maar ook daar hebben we voorzichtig in geleerd. Dan hebben we LinkedIn. Dat is voor ons nog een leercurve. Daar zijn we nog niet zo heel actief op. Ga daar gerust op kijken als je vanavond thuis bent en 5 minuten tijd hebt. Ga je zien dat we daar niet zo'n grote community hebben. Maar dat is ook omdat we daar nog niet zo gek actief op zijn. We zijn daar nog aan het zoeken wat we daarmee willen doen. Omdat ja, LinkedIn is echt voor corporate nieuws. Dat doen we daar wel af en toe. Maar het is natuurlijk ook een recruteringskanaal. Maar de grootste groep van mensen die wij zoeken zijn chauffeurs. En ervaring leert dat die eigenlijk het doelpubliek die wij zoeken, dan potentiële nieuwe medewerkers, die zitten daar niet. Dus eigenlijk gebruiken we dat daar heel weinig voor. En dan hebben we Twitter. Twitter is, hier staat hij weer, functionele communicatie, heel belangrijk. Nee, dat is echt ons kanaal waar we echte verstoringen gaan posten. Tram 3 rijdt rond omdat er een auto verkeerd geparkeerd staat. Dat zie je op Twitter. We proberen dat dan ook, dat lukt niet elke keer, maar dat is wel de doelstelling, terug af te melden ook. Oké, vanaf nu rijdt Tram 3 terug normaal. Dus als je onderweg bent en je wilt weten wat er scheelt, als wij het weten, dan zetten we het erop. Waarmee ik niet wil zeggen dat alles erop staat, want we weten het soms ook gewoon niet. En dan tenslotte hebben we Instagram. Instagram zijn we ook nog niet zo heel lang mee bezig. Maar daar hebben we echt alleen maar de doelstelling, eigenlijk om het plat te zeggen, fun. We willen daar puur mooie beelden brengen, toffe reizigersverhalen, toffe verhalen van achter de schermen. Echt het idee van daar een community hebben. Mensen, ja, een beetje onze fans willen we daar verzorgen en daar mooie foto's op zetten. Een bus die
door de vries zo ijspegeltjes heeft. We proberen daar echt mooie dingen te doen. En we doen ook heel regelmatig oproepen naar ons eigen personeel om ons te voeden. Als zij iets gezien hebben onderweg dat de foto waard was, vragen we ook dat ze ons dat bezorgen. En als het inderdaad mooi is, dan zetten we die daar ook op. Voilà, en dan is nu het woord aan Kelly. Onze community is uiteraard heel verspreid over Vlaanderen en daarbuiten. Nog niet wereldwijd, dus eventjes duiden dat dat dus niet, nog niet zo ver is. Dat is ook niet onze ambitie. Maar het is wel heel belangrijk om een beetje een goed zicht te krijgen op wie zijn nu de mensen die ons via die sociale mediakanalen iets laten weten. De voorbije jaren, we zijn sinds ruim een vijftal jaren van start gegaan op onze social media kanalen, hebben we intussen toch al 166.000 volgers, wat niet weinig is. Dat resulteert zich in gemiddeld een 500 meldingen per dag. En we hebben toch al een goede 500.000 meldingen sinds de opstart ontvangen. We hebben er onze handen mee vol, dat is duidelijk. Wie zijn het nu? Het zijn voornamelijk toch wel een jongere doelgroep waar we eigenlijk over kunnen spreken. Een 30% bevindt zich echt wel tussen de 18 en de 34 jaar. Voornamelijk toch nog net iets meer vrouwen dan mannen. Maar we zien ook wel dat er over alle leeftijden heen wel aanwezigheid is op die sociale mediakanalen. Of net zoals Astrid ook zei, ook de 65-plussers merken we meer en meer. Als er iets hoort aan een mobielkaart, is het niet meer dat ze een brief sturen. Nee, ze tweeten ook. En daar zijn we alleen maar blij om. Waar komen die meldingen nu van? Als we daar nu geografisch een zicht op krijgen. Ja, één heel grote brok uit Antwerpen. Voor ons alleszins niet verrassend. Het grootste aantal reizigers komt uit Antwerpen. We hebben een heel groot tramnetwerk. Dus ja, het is niet abnormaal dat Antwerpen daar zo ver uitspringt. En voor de rest volgen voornamelijk dan Oost-Vlaanderen, ook weer een tramnetwerk. Vlaams-Brabant en daarna volgen West-Vlaanderen en Limburg. Wat is een heel duidelijke tendens die we zien binnen onze mentions, onze meldingen via onze kanalen op sociale media. Jaar na jaar vermeerdert het. Meer en meer mensen vinden die weg naar onze social media kanalen. We zien nog altijd wel het overgrote deel bevindt zich binnen Facebook. Twitter ook, maar er is elk jaar een stijging. Dus het is niet zozeer dat er een tendens is naar een daling. Nee, integendeel. Instagram zijn nog maar een tweetal jaren actief. Die community is nog niet zo groot, maar ook daar zien we een duidelijke stijging. Nu, interessant voor de klachtenbehandelaars die hier aanwezig zijn. Wat merken we sinds een tweetal jaren? Dat de effectieve klachten die we rapporteren, dat er toch wel een duidelijke wijziging is, een daling, voor wat betreft het aantal klachten dat we krijgen. Dat gaat misschien een beetje in tegenspraak met de vorige dia. Ik wil ook graag eventjes toelichten. Het is niet zozeer dat mensen ons niet meer vinden via die social media kanalen, maar het komt minder en minder tot een echt formele klacht. Dat komt vooral omdat we uiteraard heel graag en heel snel die conversatie aangaan, de erkenning geven van een probleem. Als we in Antwerpen inderdaad met een netwerk zitten wat op dat moment in de soep draait, ja, dan is het zo en dan moeten we daar inderdaad ook wel die uiting aan geven. Maar door al aanwezig te zijn, merken we toch dat we toch een heel groot deel van dat ongenoegen kunnen wegnemen. En dat is toch ook wel een mooie verdienste ook van de mensen die daarop, alleen van onze collega's die daarmee bezig zijn. Waar zitten dan die klachten? Waar praten ze over? Uiteraard het overgrote deel stiptijd. Mijn bus komt te laat. Waar blijft mijn bus? Waar blijft mijn tram? Dat is natuurlijk hot item nummer 1. Daarnaast, als er problemen zijn op het net qua stakingen, winterweer, ook daar wordt veel en graag over geklaagd. Als er een probleem is qua service, wat verstaan wij daaronder? Dat kan gaan van een chauffeur die betrapt wordt op het bellen met zijn gsm en waar een reiziger zich aan stoort, tot het niet zeggen van een goeie dag. Alles wat chauffeurs gerelateerd is eigenlijk en wat de mensen eigenlijk voor de borst stuit. Reisinformatie, hoe raak ik van punt A naar punt B? We hebben een
routeplanner op onze website, maar we merken toch dat er nog een soort van gemakzucht heerst. En dat vinden we ook wel hier terug, dat ze graag op hun wenken bediend worden of een reisplan op maat krijgen. Wat Astrid ook heel goed aangaf, we werken eigenlijk voor twee verschillende diensten, maar toch horen we elkaar dagelijks. Wij zitten fysiek in Hasselt, Astrid zit met haar team in Mechelen of elders. We zijn vrij flexibel allemaal, dus we zitten een beetje overal in Vlaanderen. Maar onze hoofdzetels voor onze diensten zijn dus in Mechelen en in Hasselt. We stemmen dat heel goed af. Wie neemt welk stuk voor zijn rekening en hoe kunnen we elkaar ook positief beïnvloeden? Het webcare-verhaal zit bij ons in Hasselt. Hoe luisteren we naar klanten? Op welke manier gaan we reageren en gaan we de interactie aan op onze Facebook en andere social media kanalen? Vanuit de klantendienst, dus de klantendienst is het stukje wat in Hasselt gevestigd is, gebeurt ook de officiële coördinatie van webcare. We werken met een externe partij, waarover dadelijk iets meer. Dus ook die coördinatie moet natuurlijk in goede handen genomen worden en dat gebeurt dan ook door onze collega Carolien. We zitten samen voor de content te bepalen. De lead zit er eigenlijk bij Astrid, haar team. Maar we gaan daar in dialoog over en we proberen op die manier een beetje van alles aan bod te laten komen op onze kanalen. En we laten er soms ook onze slaap door, letterlijk. Sociale media die slapen nooit. We hebben net het afgelopen weekend nogmaals gemerkt. Misschien hebben jullie iets vernomen over het incident op Facebook, waarbij een ambulancier die vrijwillig als ambulancier werkte, maar ook in dienst was van de lijn. Hij had een ontslag gekregen omdat hij een combinatie had, bla bla bla. Om een heel lang verhaal kort te maken, om 9:45 op zondagavond heb ik nog met Astrid zitten whatsappen van oei, shit, we hebben hier toch nog het een of ander precies gemist. Maar goed, oké, dat maakt het ook net boeiend. En opnieuw proberen wij elkaar daarin te versterken. Als we het nog eens in een formele structuur kunnen gieten, content management, het proactieve luik, het posten van de, ik mag het wel zeggen, de leuke dingen, zit bij Astrid. En wij kuisen de andere dingen op, zal ik het zo vermelden. Maar met een goede balans uiteraard. Ik weet dat ik daar bij Astrid grapjes over mag maken. Hoe zit onze structuur in elkaar? We hebben onze eerste lijns opvang. We werken eigenlijk met een extern bureau, RCA. Daarvoor werkten wij in een andere partij. We hebben daar toen in de tijd voor gekozen, omwille van een aantal praktische redenen. Moesten jullie daar nog vragen over hebben? Ik ga nu heel het verhaal niet vertellen, dat zou ons te ver leiden. Maar we hebben toen beslist om dat extern te doen. We zijn daar op dit moment nog altijd heel tevreden over, maar wat niet wil zeggen dat intern misschien ook niet een betere oplossing zou kunnen zijn op termijn. We hebben er eigenlijk twee conversation managers op zitten, Leo en Sasha. Leo is eigenlijk een nickname voor Maarten, dus moesten jullie eens een tweet zien van Leo, dan mogen jullie hem ook als Maarten zogezegd aanspreken. Dat is een nice to know. We hebben dan een Carolien bij ons op de dienst zitten, die eigenlijk als specialist sociale media heel erg ondersteunend werkt voor RCA. Maar ook een soort van opvangnet is voor als er inderdaad klachten zijn die niet in eerste lijn kunnen opgevolgd worden. Dan gaat zij het doorspelen intern naar de verschillende entiteiten. De provinciale entiteiten dan. Maar... mag ik nog eens een keertje drukken, Winnie. We zijn nu sinds een aantal maanden ook aan het werken met een soort van proefproject waarin we eigenlijk proberen om die tweede lijn meer en meer naar de achtergrond te verschuiven. En we moeten ook wel zeggen dat we daar echt wel tevreden mee zijn. We merken toch dat we niet zozeer als een soort van bottleneck mogen gaan werken. En dat onze mensen, die zowel Maarten als Sasha, hebben in de tussentijd de nodige kennis opgebouwd. En daar moet niet altijd meer met de nodige supervisie naar gekeken worden. Het zou alleen maar negatief kunnen werken op termijn. Dus daar proberen we op die manier ook wel een mouw aan te passen. En de tendens gaat waarschijnlijk zijn dat we daar op die manier mee verder gaan. Opnieuw, die korte lijn met corporate, zeer belangrijk.
praten werkt ook hier in die eerste lijnsconversatie. Maar uiteraard, als het nodig is, bijvoorbeeld ook als we een herhaaldelijk probleem zien qua stiptijd, dan twijfel ook niet, dan maken we daar een KR op. Met andere woorden, dan zit het ook in het klachtenrapport. Het kan niet zijn dat er kan blijven geklaagd worden over een bepaald probleem, als we dan merken dat er een structureel probleem is, sowieso. Ook bijvoorbeeld alles wat gerelateerd is aan chauffeurs, daar gaan we ook sowieso in het formelere stuk opnemen. We hebben daar een aantal richtlijnen voor onze eerste lijns mensen op de sociale media voor uitgewerkt. Als het inderdaad tot een officiële melding komt, dan proberen we ook waar het kan de personen te bellen. Omdat we ook merken dat we ook op die manier, door in conversatie te gaan, er een stem aan te geven, dat dat ook heel veel van het ongenoegen wegneemt. En uiteraard tweerichtingsverkeer anticiperen op de vragen die vaak terugkomen. En die vinger aan de pols, heel belangrijk in deze context. En het samenwerken aan de contentkalender, dat is juist al even kort aan bod gekomen. Ook buiten de kantooruren, nog eens een keertje hier terug iets dieper op ingaand. Die sociale media die slapen. Jammer genoeg nooit. En zo is het weekend, als je dan denkt van, mijn man was afgelopen zondag jarig en we hebben dan een WhatsApp-groepje en opeens om 6 uur kijk naar mijn... ik zit officieel niet in een wachtdienst, voor alle duidelijkheid. Niet dat ik mijn taken hier probeer te ontzien. Dus ik zit wel mee als supervisie op die WhatsApp-groep en ik zag inderdaad dat er wel degelijk iets aan het ontploffen was, al ontploft was, voor alle duidelijkheid. Dus en dat is het wel even van, intussen waren de collega's uiteraard er wel mee aan de hand, aan de slag gegaan. Maar we merken toch wel dat er soms toch wel een aantal dingen opeens naar boven kunnen komen. Maar zelfs dan is het heel goed dat we er kort op de bal kunnen spelen. Nu, in dit geval bijvoorbeeld met het probleem of de melding van die vrijwillige ambulancier die als chauffeur werkt en die ontslagen was, zagen we wel, zaten daar met een probleem in de zin van, die persoon had op zijn eigen Facebookpagina een melding gedaan. En het heeft een tijdje geduurd voordat wij daar zelf een melding van kregen. Het is eigenlijk pas gebeurd van het moment dat iemand een link had gelegd met onze eigen Facebookpagina, dus dat erop had gepost, dat wij eigenlijk door begonnen te krijgen van hier is iets aan de hand. En dus in die tussentijd merken we wel van, er lopen soms op die kanalen toch nog een aantal dingen mis die we niet helemaal in de loop kunnen hebben. Waar we ook niet meteen een oplossing voor zien, maar het blijft dan wel die vinger aan de pols houden en goed superviseren. En die wacht werkt wel grotendeels toch wel. Officieel, die wacht loopt van 7 tot 10. Dus vanaf het moment, onze mensen die op eerste lijn zitten, die zijn aanwezig van 7 tot 7. En in het weekend hebben we ook eentje. Maar we zijn daarin flexibel. Als we merken dat er iets aan de hand is, gaan we niet om 10 uur zeggen, boeken dicht en tot morgen. En we hebben inderdaad in onze tool waar wij mee werken voor die mentions, vroeger heette het Engager, vandaag heet het Claybridge, hebben wij een aantal alarmen in opgenomen die de wachtdienst kunnen alarmeren als er inderdaad iets aan de hand is. Ik heb hier een kleine projectie van proberen te maken. Bijvoorbeeld als er iemand een foto of een filmpje op onze Facebookpagina post, dan komt er sowieso een melding. Dan is de bedoeling dat de wachtdienst even gaat nakijken van wat is er hier precies gepost? En is dat oké of moeten we daarmee aan de slag gaan? Als er een abnormaal volume is, als er opeens heel veel gereageerd wordt, zoals afgelopen weekend het geval was. We hebben ook een aantal influencers, dat wil zeggen mensen die we proactief in de gaten houden van oké, als die of die iets meldt, dan gaan we ook een alarm krijgen. Dreigberichten uiteraard. In de tijden van terreur moeten we daar ook zeer alert op zijn. Racisme, de pers en andere verstoringen, politie, account gehackt. Dat zijn allemaal zaken die we in de gaten houden. Het is niet volledig, maar het zijn wel, ik denk wel dat het een goed beeld geeft over hoe wij met die alarmen omgaan. En dan geef ik weer terug het woord aan Astrid. Met die alarmen in uw hoofd kan je dan ook wel merken dat we crisiscommunicatie kunnen helpen als je sociale media hebt. Ik was van wacht dit weekend. Dus ik ga misschien even vertellen hoe dat bij ons
Weten de mensen allemaal, weten jullie allemaal waarover het gaat eigenlijk? Want wij zitten er zo diep in dat wij misschien helemaal niet mee zijn. Dus je hebt een chauffeur die ontslagen geweest is omdat hij had gevraagd of hij mocht in zijn rusttijd vrijwillig rijden als ambulancier. Klein heeft geadviseerd nee, want rusttijd is volgens de wet rij- en rustrijden moet je respecteren. Als jij rust, moet je ook effectief rusten. Mag je niet rijden. En die man is met een ambulance, eigenlijk lomp, sorry dat ik het zeg, is die toegekomen bij een incident waar de lijn betrokken was in zijn ambulance, terwijl hij eigenlijk op rust was. Dus ja, van heterdaad betrappen kan je eigenlijk niet beter zijn. En we hebben die melding gezien en je kreeg heel snel dat verhaal van och arme, de lijn is totaal onmenselijk dat mensen zelfs geen vrijwilligerswerk moeten doen. Het ging ons niet om dat vrijwilligerswerk, het ging ons om het feit dat je niet mag rijden als je in rust bent. En ik maak nu misschien al het bruggetje naar straks, maar op zo'n moment voel ik mij soms meer burger dan dat ik medewerker van de lijn. Ik had zelf moeite om niet te beginnen tweeten van hou nu op met die onnozelge. Maar dan ben ik al het bruggetje met sociale media policy waar ik dadelijk op kom. In crisistijd, dit was nog geen crisis. Want dat is misschien heel onnozel wat ik nu zeg, maar met dat we zo groot zijn, bij ons een crisis is, dat kunnen we eigenlijk nog wel managen. Het gaat om het feit, een crisis detecteren wij als we echt een probleem hebben met onze dienstverlening. Als er iets gebeurt wat aan uw reputatie gewijs is, of een accident, dat even heel onze dienstverlening zou kunnen, dus daarom nog niet echt, maar zou kunnen lamleggen. Dat is bij ons een crisis. Dus dat kan gaan om, we hebben eens een hele grote reputatiecrisis gehad, bleek dat er in stelplaatsen gewisseld werd met diensten. Ze verkochten hun diensten aan elkaar door. Dus dat is eigenlijk dat rij- en rusttijdenverhaal, maar dan in een veel groter verhaal. Want mensen die soms 2-3 diensten achter elkaar deden omdat ze doorschoven naar elkaar. We hebben dat kunnen inperken, dat is niet zo naar buiten gekomen. Maar dat is bij ons een crisis, want zoiets moest naar buiten gekomen zijn. Waarom helpt sociale media? Omdat volgens, dit is een beeld uit een boek, dat is niet iets dat wij verzonnen hebben. Het is theorie rond crisiscommunicatie. Er gebeurt iets en dan is het plots crisis. En vroeger had je wel wat tijd voordat je moest beginnen reageren, omdat tegen dat een journalist er is aan het incident, gaat er op een uur over. Maar nu met burgerjournalistiek en mensen die gewoon zelf met hun smartphone rap het zelfs filmen live, moet je veel sneller kunnen reageren en veel sneller weten wat er aan de hand is. En dat is die piek die je ziet. Er is veel sneller informatie nood. En daar helpt sociale media. Je mag de volgende nemen. Wat kan je doen met sociale media? En dat hebben wij dus echt in onze processen rond crisiscommunicatie ingebed. En als het crisis is, dan horen we elkaar wel wat vaker eens 1 keer per week. Schakelen wij vanuit corporate, want wij zijn degene die dan eigenlijk in de lead zijn voor crisiscommunicatie, schakelen wij het team van Kelly in om voor onze omgevingsanalyse te doen. Want crisiscommunicatie, als je dat goed wil doen, moet je niet het verhaal van je bedrijf vertellen, maar moet je vertellen wat de mensen willen horen. En dus moet je eerst weten, wat zijn de vragen van de mensen? Waar zitten de mensen mee? En in het beste geval schat uw bedrijf het juist in en weten ze hoe groot de crisis is en komt dat inderdaad overeen met de perceptie. Dat is die eerste case. Maar het kan ook zijn dat wij, het verhaal van de dienstenverkoop, wij wisten dat dat groot was, maar in de buitenwereld wist niemand dat. Dan moet je vooral niet beginnen daar zelf over te communiceren, dan hoeft dat niet. Dat is dat verhaal van die kleine bol. Het omgedraaide is ook mogelijk. Dat wij denken, waar zeuren ze over, waar zijn ze mee bezig? Maar dan is het ook wel belangrijk dat wij weten dat dat een issue is dat bij het groot publiek wel leeft en dat we daar toch moeten op reageren. Dit is ook een slide. Wij laten ons begeleiden voor crisiscommunicatie door PM in Gent. Dat is een communicatiebureau. En Stijn zegt hier altijd van, dit is de belangrijkste slide uit het universum. Als we deze goed doen, dan loopt crisiscommunicatie. Ik heb hem erin gestoken en ik moet wel even theorie geven over wat dit is. Maar ik vind het wel interessant, omdat je begint elk overleg bij crisiscommunicatie beginnen wij met beeldvorming. En dat toont dan ook het mandaat dat Kelly met haar team rond omgevingsanalyse heeft. Dus wij bellen dan in, want ja, we zitten fysiek niet bij elkaar. En dan de eerste vraag die ik stel als teamleider is, Kelly, Caroline, Kenny, want Kenny zit daar ook. Wat zegt onze community over de crisis? Wat zijn de vragen waar zij mee zitten? En op dat moment moeten wij allemaal zwijgen in Mechelen, omdat zij moeten vertellen wat er aan de hand is. En dan krijg je meestal een topic of 3-4. Ja, ze willen weten wanneer de tram terug gaat rijden. Ze zijn bezorgd, maar ze niet weten in welk ziekenhuis hun zusje ligt. Weet ik. Dat zijn zo het soort vragen. Terwijl misschien ons management eerder wil communiceren over de bovenleiding is kapot. En dat interesseert op die moment de mensen niet. En dan is het aan ons om te zeggen, oké, dat zijn de vragen, dat is het beeld van de buitenwereld. Wat gaan we daarmee doen? Dat is dat verhaal oordeelvorming.
dan luisteren we naar elkaar. Laten we ons ook adviseren door het team van Kelly, omdat zij ook heel vaak, net omdat ze die vinger aan de pols hebben, weten van die of die communicatie, daar ga je mee, daar ga je het mee kunnen kalmeren of daar ga je mee iets goed doen. Terwijl wij misschien vanuit onze achtergrond een ander idee hadden. Oké, dan zetten we ons akkoord van dat is wat we gaan doen, dat is die besluitvorming. En dan gaat de telefoon dicht en dan kunnen we allemaal de stapjes doen die we net afgesproken hebben. Zijnde, zorgen dat er nu gebeurt wat we afgesproken hebben. En dan eigenlijk heel snel begint die cirkel opnieuw. En dan zie je die informatiegaring. Dat is het verhaal van... Uw beeld verandert natuurlijk ook heel snel, net omdat die media zo snel zijn. En dus is het ook heel hard zaak om op dat moment te blijven monitoren. En niet één keer zeggen, oké, we hebben besloten, we gaan voor dat. Nee, op het moment dat je iets post, moet je kijken, oké, komt de boodschap aan? Pakken mensen de boodschap binnen of zit de toon niet goed? Ook dat zit soms in nuances. En dan begint eigenlijk de cyclus opnieuw. Dan ga ik opnieuw luisteren. Oké, we hebben een half uur geleden die tweet verstuurd. Heeft het gepakt? Wat zijn de reacties op die tweet? Blijven de vragen of zijn er nu andere vragen? En zo gaan wij dus eigenlijk op het moment dat het crisis is, de dag doorkomen. Door elke keer die stapjes af te leggen. En daar, dit is misschien een slide, we hebben getwijfeld of we hem gingen inzetten. Dit is gewoon om te tonen dat op die verschillende fases ook mensen zitten. Je hebt onze analisten, dat is dan de facto de mensen van team in Hasselt, het team klant. En dan heb je uiteraard de woordvoerder, de redacteurs, de mensen die dan in mijn team zitten, die het, wat er vanuit Hasselt mee geadviseerd is, gaan uitdragen. Die effectief gaan zorgen voor de post, maar die ook een persbericht gaan schrijven, die een websitebericht gaan maken. En dat zit dan, dat zijn de verschillende rollen binnen het crisiscommunicatieteam. Wat is er heel belangrijk, wat wij onderling afgesproken hebben? Een crisis begint ook heel vaak op social. Net omdat je met die burgerpolitiek, in die burgerjournalistiek zit. Het is heel vaak zo dat de mensen van Kelly al rapper dan wij weten wat er aan de hand is. Er staat al heel vaak een foto van een tram die bijvoorbeeld op zijn kant ligt op de sociale media, nog voor wij de eerste melding van een journalist hebben gehad. En we hebben dus afgesproken onder elkaar dat zij dan ook het mandaat hebben, zonder ons daarin te kennen, om direct te antwoorden van ja, we weten dat daar is gebeurd en we zijn ermee bezig. En dat is die we know, we do, we care. We hebben het gezien, we zijn ermee bezig en we komen bij je terug en we vinden het erg. We proberen altijd in die eerste boodschap direct die drie componenten te steken. En dat is ook de manier waarop de omgevingsanalyse gebeurt. Dus als er omgevingsanalyse gebeurt, gaan we altijd kijken naar wat zijn de feitelijke vragen die onze community ons stelt? Welk soort gedrag wordt er gesteld? Ik ben aan het denken wat ik daar als voorbeeld kan geven. Bijvoorbeeld als wij zeggen, die straat is afgesloten, blijf daar alsjeblieft weg. En we zien dat er mensen toch tot aan de plaats van het incident gaan. Ja, dan weet je dat ze niet echt aan het volgen zijn op wat we aan het vragen zijn. En sensemaking, ja, dat kan je, als er nu één plaats is waar je dat heel goed voelt, is dat op sociale media. En dat is van de morgen ook aan bod gekomen. Mensen durven gewoon meer zeggen op sociale media. Het is anoniemer. En sensemaking is net dat gevoel, welke emoties leven er. Maar ook dat moet je binnennemen om te weten welke toon moet ik zetten in mijn communicatie. En we hebben, als de mensen van Kelly de analyse maken, dan doen ze dat in Trello. Daar zit een beeldje in. Dat is een gratis programma, dat is echt een tip. Dat is iets dat je op internet gewoon vindt en je moet gewoon een account aanmaken. En, en dan maak je eigenlijk prikbordjes. Moest je dat niet kennen, wij zijn daar heel groot fan van. Want dan kan je in die drie kolommen effectief op de drie elementen gaan analyseren. En dan zie je ook in de laatste kolom, daarom dat ik het ook wel leuk vind dat we het beeld erbij ingestoken hebben, dat het team in Hasselt niet puur omgevingsanalyse doet, maar ons ook direct adviesgevers over welk soort communicatie moet je gaan voeren. Dus zij doen echt wel meer dan puur turven wat er binnenkomt. Ze gaan ook direct proberen een soort analyse en een soort samenvatting te maken. Voilà. Dit stukje is misschien een vreemde overgang, maar we vonden het ook wel goed om het erin te steken, ook omdat het een specifieke vraag was hier. Een beetje korter. Ben ik te uitgebreid aan het praten? Oké, is goed, sorry. Dan ga ik wat rapper gaan. Kan dat? social media policy. Dit is eigenlijk een heel kort stukje, dus u mag geruststellen. Wat hebben wij geprobeerd om onze social media policy zodanig... Dat was eerst een boekje van, ik denk, 20 bladzijden. We hebben dat verleden jaar gestript tot een one-pager. Dat we zoiets hadden moeten zorgen dat iedereen weet wat daarin staat en dat dat snel gaat. Dat zijn eigenlijk drie gouden regels. En als je die kent, dan kan je geen fouten maken. Kelly gaat nog een stukje vertellen over hoe gaan we daar dan om in de praktijk. En het is natuurlijk belangrijk als je een social media policy hebt om daar ook regelmatig aandacht voor te hebben. Deze slide zit er gewoon in om aan te tonen dat social media niet iets is. De policy zelf maakt deel uit van ons arbeidsreglement. Dus daar zitten wel degelijk tuchtmaatregelen onder als je je niet houdt aan die policy. Daar zit een mandaat onder. Die drie gouden regels.
echt simpele comme bonjour. Je bent altijd onze ambassadeur. Ook als je thuis bent, ook als je op vakantie bent, doe geen dingen die niet passen bij jouw functie of die de lijn in slecht daglicht zouden kunnen zetten. Iedereen leest mee. Dat is ook een hele simpele. Maar weet als je iets op social post, dat het blijft staan en dat iedereen het gezien heeft. Dus daar ook geen onnozele dingen, want wij lezen mee. Ook wij. En dan ook heel makkelijk, laat u niet meeleiden in discussies en in scheldpartijen, maar wees altijd constructief, respectvol en positief. Dus we zeggen met andere woorden niet tegen onze mensen, je mag niet meedoen aan discussies over de lijn, maar als je deelneemt, doe het dan op een constructieve, respectvolle manier. En weet altijd, onthoud dat je altijd die persoon in uniform bent. Zelfs als je denkt dat mensen dat niet weten, mensen weten wel degelijk dat je bij de lijn werkt. We hebben voor woordvoerders een aparte. Ik ga daar niet te diep in ingaan gezien de tijd. Omdat we ook wel weten dat woordvoerders net iets publieker en zijn, hebben die een aantal regels die op zich ook niet anders zijn, maar een klein beetje meer uitgepuurd zijn. Maar dat we vooral aan hen heel duidelijk vragen, ga niet zelf ook in discussie, want je wordt heel rap gezien als de directie. En sensibiliseren rond die social media policy is onthaal van nieuwe medewerkers. Op de onthaaldag geven we altijd de regels mee, vertellen we daar ook. Geven we ook een aantal spitante voorbeelden, dat maakt het altijd iets gemakkelijker. Er zit een brochure, dus die one-pager zit mee in het welkomstpakket dat iedereen krijgt. We zorgen er ook voor dat we in interne communicatie daar regelmatig op terugkomen. Dat we aanwezig blijven, dat we regelmatig iets vertellen. Ook als het goed gaat, uiteraard. Als we goede reacties hebben gekregen, komt dat erop. En dan hebben we interne opleidingen die we niet verplicht aanbieden, maar wel als mensen ons vragen. We hebben vragen gehad van medewerkers, dan gaan we naar teams toe om te gaan uitleggen hoe dat werkt en geven we ook die voorbeelden. En dan ook wel belangrijk, uiteraard, want iedereen is de lijn. Het is niet alleen voor ons eigen personeel, maar ook onze andere aannemers, stagiairs, interimmers. Iedereen moet door hetzelfde bad als het op sociale media aankomt. En dit is gewoon een voorbeeldje. Het is echt heet van de naald, want dat ligt bij mij zelfs nog niet in de bus. Deze maand staat er in ons personeelsmagazine nog eens een artikel over jij bent onze ambassadeur en hoe moet je dan goed omgaan met sociale media. Dat was trouwens Carolien van onze dienst die jullie in beeld zagen. Dus, nu, dat is de theorie. Maar in de praktijk, hoe ziet er dat dan uit? Soms iets minder dan dat we graag zouden willen zien. Hier zien we een conversatie waarbij iemand vraagt van ja, de bus is niet aangekomen, is dat normaal? Een chauffeur in dit geval antwoordt daarop van ja, sorry dat wij niet in de file, dat wij in de file staan eerder op het traject. De dag dat wij kunnen vliegen, zullen we dat zeker en vast doen. En een andere chauffeur die daarop reageert, ach collega, steek er uw tijd niet in. Dat zijn mensen die zelfs reclameren als de zon schijnt. Tof om zo... Ja, dus vandaar toch wel een mooi voorbeeldje om erin te steken. Wat we daar dan mee gaan doen, dat ga ik dadelijk nog heel even kort toelichten. Een leuke post vanuit het team van Astrid. Pak de bus op oudejaar. Als ze niet staken, reageert een reiziger en een chauffeur, loser, komt een paar dagen meedraaien. Ook niet zo leuk om te zien natuurlijk. Gelukkig hebben we ook goede voorbeelden. Iemand die vraagt van, zeg dat bord daar aan het station. Hoe zit dat nu eigenlijk met de lijn? En ook opnieuw een chauffeur die het mooi uitlegt aan de reiziger, waar we als community managers zelfs niet zijn moeten tussenkomen. Dus heel, heel tof om dat ook te zien. Of een ander voorbeeldje. Een popje vergeten. Een chauffeur gebruikt zijn eigen Twitter-account om dat kenbaar te maken. En dat kwam tot een goed einde. De twee werden verenigd. En dat hebben we dan ook wel op onze officiële account overgenomen. Dat zijn de leuke verhalen die we graag delen met onze community. En nog eentje, een chauffeur die zegt van onze stelplaatspoes, Buzzy, wel heel, heel goed gekozen, weet dat ze niet voorbij de rode streep mag staan. We hebben zo'n streep die aangeeft tot waar reizigers mogen komen. En dat zijn ook natuurlijk de leuke voorbeeldjes. Wat doen we dan als er negatieve berichtgevingen zijn waarbij die policy niet wordt gevolgd? We doen altijd een melding aan de betrokken leidinggevende die op zijn of haar beurt zelf de situatie dient in te schatten en die nodig in gesprek gaat en sancties kan of tuchtmaatregelen kan nemen. Een kleine uitsmijter. Kleine uitsmijter, ik ga die kort houden. Ik kan het toch niet laten. We hadden gezegd dat we niet over content gingen spreken. Maar dat zijn gewoon zo'n klein... Ik ga ze niet allemaal overlopen. Maar eigenlijk is op sociale media zijn helemaal niet zo moeilijk. Je moet gewoon goed vertellen wat je doet. En het zelf vertellen. Weten, maar dat weten jullie waarschijnlijk ook wel allemaal, dat normale antwoordtermijnen niet gelden op sociale media. Het
Het is daar echt niet not done om te zeggen, je krijgt een antwoord binnen 45 dagen. We proberen daar alles zo rap mogelijk te beantwoorden. En dan ene die ik ook wel wil uitnemen, omdat dat dan de link legt naar het verhaal van dit weekend. Ik week een heel dik vel. Ik verbaas me soms echt over wat mensen durven zeggen op sociale media. En nog elke dag. En ik werk ondertussen 9 jaar bij de Lijn. En ik zit denk ik ondertussen 3-4 jaar mee achter het social team. Je moet gewoon echt denken, het is niet zo erg. Trek het u niet aan, water van een eend. En tegelijkertijd, en daarom die hele korte tenen, wees u ook alert voor het feit dat iets dat begint op sociale media, iets heel klein onnozel kan soms heel snel exploderen. En vandaar ook die hele korte tenen. En vandaar dat wij ook die wachtdienst hebben. Zodat er altijd iemand is die toch meekijkt en meeluistert. Wat gaat de toekomst brengen voor ons social team? Wij willen blijven leren. We zijn aan het kijken wat we eventueel zouden kunnen doen met WhatsApp. We hebben stilletjes de droom om toch met Facebook Live iets te doen. En wij willen ook blijven zoeken naar, zijn er misschien andere manieren? Maar nog eens, dat is dan de link met het begin van het verhaal. Wij willen niet zomaar kanalen introduceren, voor het plezier van kanalen introduceren. We willen dat alleen maar doen als die een duidelijk doel hebben, als die passen binnen onze communicatiestrategie. En als we weten dat onze mensen, dus onze reizigers, onze klanten, die ook effectief gebruiken. Zo hebben we bijvoorbeeld ooit besloten, even de discussie gehad, moeten wij op Snapchat gaan. En als we allemaal zoiets hadden, we zijn daar niet cool genoeg voor. We gaan dat niet doen, wij zijn daar echt niet cool genoeg voor. De Lijn is, daar heb je misschien ook al wat echo's in de pers over opgevangen, bezig met een grote reorganisatie. Onze provinciale zetels gaan toe en wij centraliseren. Maar die eerste lijn die blijft heel duidelijk bij de klantendienst. Ik vind dat ook een heel goede beslissing. En er blijft dan ook een aparte afdeling voor heel het proactieve. Dus wij gaan eigenlijk de structuur die we van de morgen, die we uitgelegd hebben, die blijft overeind ook in de nieuwe structuur. Wij hadden een filmpje mee, maar ik weet niet wat er nog tijd voor is. Misschien moeten we hem helemaal op het einde doen. We wouden gewoon ook tonen dat met eigen personeel heel veel te doen is. We hebben daar een paar heel leuke filmpjes rond gemaakt. Eigen personeel die op een heel ludieke, leuke manier iets uitleggen over het beleid van de Lijn. Ja, ik zou misschien voorstellen, inderdaad, we kunnen die film misschien, dat filmpje als afsluiter, het is maar een minuut of zo, ja. Maar misschien als afsluiter nemen. Als er heel specifieke vragen zijn of verduidelijking dat er iemand wilt over wat er nu net gezegd is, kunnen we dat nu even doen. Maar voor meer algemene reacties en bedenkingen zou ik misschien wachten tot na de tweede presentatie, dat we ook het social media team van de Vlaamse overheid gehoord hebben. Ik weet niet of er iemand echt iets specifiek heeft of iets dat niet duidelijk was of daarop wil reageren. Nee? Oké. Dan zou ik voorstellen, hartelijk dank, heel mooi, een mooie presentatie, leuke voorbeelden ook, dat je ziet van wat dat er allemaal... Ja, het is toch moeilijk elke keer om de goede toon te vinden. Maar dan zou ik nu voorstellen, dus de Vlaamse overheid heeft ook een team sociale media en Winnie van den Broek en Veerle van den Broek geef ik dan graag het woord om dat ook nog voor te stellen en dan kunnen we daarna op de twee presentaties samen vragen stellen en reageren. Goedemiddag allemaal, ik ben Winnie. Samen met mijn collega's die ook in de zaal zitten, zit ik achter een paar accounts van de Vlaamse overheid. En we werken allemaal voor Agentschap Informatie Vlaanderen. En we werken aan de accounts van Vlaamse overheid op Twitter en Facebook, VO intern op Twitter, de Vlaamse ambtenaar op Facebook en Instagram. En dan samen met de collega's van Agentschap Overheidspersoneel werken wij ook aan een LinkedIn-account. We willen dit jaar ook nog starten met de Vlaamse overheid op Instagram, omdat dat toch zeer snel groeit. Die accounts van de Vlaamse overheid gebruiken wij voor externe communicatie. De accounts van VO intern is interne communicatie vooral. En dan de Vlaamse ambtenaar is vooral employer branding. Dus tonen wat dat de overheid doet. Die social media accounts zijn er redelijk wat. We zijn ook wel met redelijk wat mensen. Maar we doen dit allemaal bovenop onze dagtaak. Dus het meeste van ons zijn de redacteurs van Vlaanderen.be en Vlaanderen intern. En er kruipt wel wat tijd in die social media, maar het is echt bovenop onze dagtaak. We zijn gestart op Twitter in 2014. Het was heel veel proberen in het begin, heel veel vallen en opstaan. Maar we hadden heel veel content, omdat Vlaanderen.be heel veel informatie bevat, die dat al heel laagdrempelig en toegankelijk geschreven is. We moesten die content gewoon eigenlijk opnieuw verpakken voor social media dan. En er was in het begin ook geen financiële impact. We zijn begonnen met gratis programma's om alles op te volgen en in te plannen. En de screenshot daar is eigenlijk het eerste berichtje dat we hebben uitgestuurd
in juni 2014. Dan in 2016 hebben we besloten om ook op Facebook actief te worden. En we hadden gemerkt dat er verschillende accounts op Facebook bestonden die het logo van de Vlaamse overheid gebruikten, maar die geen officiële accounts waren van de Vlaamse overheid. Dus het was voor ons belangrijk om een officiële aanwezigheid op Facebook te hebben, om die valse accounts tegen te gaan. En we hadden in het begin ook het idee dat we de content die dat we voor Twitter hadden, eigenlijk gewoon konden hergebruiken. We zijn daar ondertussen van afgestapt, omdat we hebben gemerkt dat een aparte contentstrategie voor die twee kanalen toch wel echt nodig is. En dit is het eerste berichtje dat we op Facebook hebben gepost in juli 2016. Dan, wat doen wij als Vlaamse overheid op sociale media? Eigenlijk hetzelfde als de website vlaanderen.be. Wij bieden eerste lijns informatie aan. Dat wil zeggen dat wij heel veel informatie de wereld insturen. Dat zijn ongeveer 5 tweets per dag. Hangt er vanaf hoeveel er speelt op dat moment in de pers ook. En vragen die binnenkomen proberen wij zoveel mogelijk door te verwijzen naar de juiste dienst. Dat kan een dienst zijn die zelf aanwezig is op social media. Dat kan ook een contactformulier of een e-mailadres zijn waar dat de mensen terecht kunnen met hun vragen. We krijgen ook wel eens klachten binnen op sociale media. Ik denk dat iedereen klachten krijgt. Als wij zoiets binnenkrijgen, dit zijn 2 recentere voorbeelden, proberen wij altijd heel goed in te schatten van is het een klacht of gewoon eigenlijk iemand die een probleem heeft. En dan gaan wij proberen door te verwijzen naar de juiste dienst. En die doorverwijzing is eigenlijk dezelfde informatie als op vlaanderen.be staat. We hebben een hele mooie pagina van wat dat een burger moet doen met een klacht. En dat is dezelfde informatie als iemand zou krijgen als ze naar het contactcenter, naar 1700 bellen. Dat beheer zit ook bij ons trouwens, het contactcenter van 1700. We hebben ondertussen ook een policy uitgeschreven voor sociale media. Dat is vooral een beetje voor onszelf in te dekken, maar ook om aan de burger duidelijk te maken van wat mogen ze van ons verwachten op sociale media. Daarin staat welke informatie dat wij aanbieden, maar ook wat dat wij gaan doen met berichten, vooral op Facebook die dat we binnenkrijgen. En daarin staat ook dat wij berichten kunnen verbergen en verwijderen. En dat doen wij ook wel. Welke berichten dat we verbergen of verwijderen hangt heel erg af van de persoon die op dat moment verantwoordelijk is voor het sociale media. We werken met een beurtrol, zodat de impact op ons dagelijks werk niet te groot of te constant is. En afhankelijk van de persoon die daar op dat moment de sociale media opvolgt, gaat er meer of minder verborgen worden. Het is dus altijd een persoonlijke inschatting, vinden wij toch. We proberen dat met elkaar te bespreken, maar het is een inschatting. Wat doen wij nog? Wij proberen heel hard de andere diensten van de Vlaamse overheid te ondersteunen en versterken. Wij berichten graag over de campagnes die dat er lopen binnen de Vlaamse overheid, belangrijke informatie die andere diensten hebben, of leuke weetjes. Als jullie er hebben, mocht ze altijd laten weten op ons e-mailadres. En dan bekijken wij wat we ermee kunnen doen. We merken heel vaak dat dat toffe content is en we zijn altijd op zoek naar content. Wij ondersteunen en versterken ook door andere overheidsdiensten te laten adverteren via onze Facebook-account. Het helpt natuurlijk als er Vlaamse overheid staat bij een advertentiecampagne. We hebben het voorbije jaar al een paar advertentiecampagnes gehad via onze Facebook-account. En door die campagnes hebben we ook een paar richtlijnen opgesteld. De eerste is voor ons waarschijnlijk de belangrijkste. We willen dat er een conversation manager is binnen de dienst zelf die de vragen die binnenkomen kan afhandelen. Want wij hebben eigenlijk de kennis niet om die vragen te beantwoorden. Dat zijn vaak heel specifieke vragen die met die campagne te maken hebben. En we zouden ze toch moeten doorsturen naar de dienst zelf. En dat zorgt voor vertraging. En zoals ze bij de lijn ook zeggen, op social media moet je heel snel reageren. Als jullie adverteren via onze pagina, zouden we ook graag willen dat jullie lid worden van onze Facebookgroep. We hebben een Facebookgroep opgericht voor eigenlijk mensen binnen de Vlaamse overheid die daar bezig zijn met sociale media. En wij gebruiken dat om ideeën uit te wisselen, vragen te stellen. Eigenlijk om heel snel met mensen in contact te komen die met hetzelfde bezig zijn.
omdat sociale media binnen een overheidscontext toch iets heel anders is dan sociale media in een privé- en een commerciële context. En dan, voor die advertenties, willen we ook heel graag dat je let op je taal bij het antwoorden. We hebben een schrijfwijzer die dat we gebruiken op sociale media, maar we hebben al hele stomme fouten gemerkt in advertenties. We hebben er ooit eentje gehad waar dat een dt-fout in stond en dat is, daar komt veel commentaar op en dat is een beetje gênant als de overheid dt-fouten maakt. Daarnaast, we gebruiken je op sociale media in plaats van u. We gebruiken kunnen in plaats van kunt in plaats van kan. Het zijn simpele richtlijnen die dat we eigenlijk overal proberen volgen. Dan, wij tweeten heel veel content. Dus 5 tweets per dag is niet altijd gemakkelijk om te verzinnen. Dus hebben we veel verschillende bronnen nodig om onze content te verzamelen. We houden altijd het nieuws in de gaten om te zien wat daar leeft bij de Vlaamse burger, om daarop in te kunnen spelen. We hebben ook een top-topical kalender die dat we altijd opvolgen om te zien welke dagen dat er aankomen waar dat op kunnen inspelen. Daarnaast hebben we ook een hele uitgebreide Excel eigenlijk met generieke content. En generieke content, wij noemen dat zo, dat is eigenlijk content die dat je op elk moment kan uitsturen. Dat is bijvoorbeeld een tweet over de renovatiepremie of kinderbijslag of waar moet je mishandeling van dieren gaan melden. Dus content die dat niet met iets te maken heeft, maar altijd wel werkt. Daarnaast krijgen we ook een dagelijks rapportje over Vlaanderen.be. En dat zijn de pagina's die dat gisteren veel populairder waren dan een week geleden. En dat toont ook een beetje aan wat dat er speelt op dat moment in de bevolking. En daar gaan we vaak ideeën uithalen voor berichtjes op Facebook. Zo merkten we in, ik denk dat het oktober was, dat de pagina over hoe lang dat je documenten moet bewaren heel populair was. En we hebben daar dan een Facebook-berichtje over aangemaakt. En dat is een van onze populairste berichtjes geweest vorig jaar. Omdat dat misschien informatie is waar dat mensen niet zelf actief naar op zoek gaan, maar dat ze wel heel nuttig vinden. En als dat passeert op hun Facebook-feed, gaan ze die gemakkelijk delen, omdat ze denken dat andere mensen er ook belang bij kunnen hebben om dat te weten. En soms merken we in ons dagelijks rapportje ook de invloed, zo noem ik het toch, van de populaire soaps in Vlaanderen. In het begin van het jaar was er een verhaallijn in de familie over de opgraving van een lijkkist. Ik kijk zelf niet naar familie, ik heb het gehoord van collega's. De dag daarna merkten we dat die pagina die dat we hebben over wat zijn de voorwaarden voor het opgraven van een stoffelijk overschot veel meer bezocht was. Het zijn soms rare dingen dat mensen gaan opzoeken. Maar daar maken we dan ook een berichtje over. Dat is zo niet iets waar we zelf aan zouden denken om een Facebook-berichtje over te schrijven. Maar ja, soms komt inspiratie uit rare invalshoeken. We zitten ondertussen al een aantal jaar op sociale media. En we hebben ook wel al crisissen gehad op sociale media. Niet zo erg als bij de lijn. Ik kom zelf van het team van Kelly. Ik heb daar veel grotere crisissen meegemaakt dan bij de Vlaamse overheid. Maar ik wil toch eentje uitlichten. Vooral omdat het een voorbeeld is van heel onschuldige content die eigenlijk ontploft is bij ons. Deze foto hebben wij gebruikt voor een tweet over dat het belangrijk is als ouder dat je de veiligste route naar school uitzoekt voor je kindje als die naar school gaat. We hadden die tweet al een paar keer uitgestuurd, maar plotseling toen we deze uitstuurden, de laatste keer denk ik, want we hebben ze ondertussen niet meer uitgestuurd, is dat helemaal ontploft en is er een discussie ontstaan tussen verschillende kampen. Het ene kamp zei van de overheid moet zelf zorgen voor goede infrastructuur, daar moeten de ouders niet voor zorgen, alle wegen moeten veilig zijn. De andere kamp zei van dat is geen goede foto, want dat meisje draagt geen fietshelm en geen fluohesje. En dan sprongen er andere mensen weer in op die mensen die zeiden van ja, maar een helm en een fluohesje is niet verplicht en dan leg je de schuld bij het slachtoffer als er iets gebeurt. Heel, heel, heel veel discussie. Dat is die avond ook in het nieuws geweest. En uiteindelijk is er nog een staartje aangekomen, want de vader van het meisje heeft die foto ook gezien. Die herkende zijn dochter en die zei van wij als ouder hebben geen toestemming gegeven voor het gebruik van die foto. Terwijl we hadden die foto wel gekocht bij een betrouwbaar agentschap.
Maar de vader heeft gezegd, die foto mag niet meer gebruikt worden. We gebruiken ze ook niet meer. We tweeten hier ook niet meer over, want dat soort crisissen vermijden we toch liever. Het is een voorbeeld hoe heel onschuldige content soms kan ontploffen. Het is niet altijd op voorhand in te schatten. En dan vraag je je soms af, waarom zou je nog aanwezig zijn op sociale media? Waarom al die moeite doen? En dan verwijs ik heel graag naar de Digimeter van IMEC. Dat is een heel interessant onderzoek dat jaarlijks gebeurt naar het gebruik van eigenlijk alle media bij de Vlamingen. En dat is onlangs uitgekomen voor het gebruik vorig jaar. En daarin staat dat 80% van de Vlamingen minstens één sociaal netwerk gebruikt. En dat zijn toch wel heel, heel veel mensen. Facebook blijft nog altijd het grootste netwerk in Vlaanderen, alhoewel dat YouTube en Instagram in opmars zijn. En voor ons is de reden dus heel duidelijk om aanwezig te zijn op sociale media. Er zitten heel veel mensen die dat we op andere manieren gewoon niet bereiken. Daarnaast is het ook heel belangrijk voor ons om aanwezig te zijn, gewoon om te luisteren wat er allemaal gezegd wordt over de Vlaamse overheid. En als we merken dat er iets meerdere keren wordt gezegd, gaan we dat ook doorgeven aan de dienst waarover dat er gesproken wordt. Zodat die ook op de hoogte zijn. Als ze zelf niet aanwezig zijn op sociale media, proberen wij hen wel op de hoogte te houden. Van kijk, hier leeft iets, je moet hier misschien eens naar kijken. Ik heb er nog een paar slides uit de Digimeter ingestoken. Vooral deze om aan te duiden dat voor jongeren sociale media steeds belangrijker zijn. Dit gaat over de twintigers en die zeggen van dat ze eigenlijk niet meer zonder sociale media kunnen leven. En dat ze vinden dat ze misschien wel ondertussen te veel tijd op sociale media doorbrengen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om aan te tonen van die groep jongeren die consumeert nieuws op een andere manier. Ik ben bezig met een master communicatiewetenschappen. Het prof heeft voor mij mooi de Digimeter samengevat. En die zei ook van dat jongeren, de tieners, de twintigers, nieuws ondertussen heel passief communiceren. Die gaan niet meer op zoek naar nieuws, die gaan niet meer naar nieuwswebsites. Die lezen eigenlijk enkel de nieuwsberichten die dat ze zien passeren in hun feed. En die hun nieuwsconsumptie is dus heel erg afhankelijk van de algoritmes van die sociale netwerken. En die algoritmes die kijken eigenlijk niet naar hoe belangrijk een nieuwsbericht is, maar vooral naar hoeveel interactie komt er op een nieuwsbericht. En omdat die jongeren zo afhankelijk zijn van dat algoritme, gaan die veel, veel makkelijker een nieuwsbericht zien over de laatste intriges in Temptation Island dan een bomaanslag in Afghanistan. Gewoon omdat er veel meer mensen reageren op een berichtje over Temptation Island. En dan een laatste reden dat voor ons die aanwezigheid op sociale media ook nog heel belangrijk is, is omdat het gewoon goedkoper is. Als je wilt adverteren op Facebook, ga je veel, veel minder spenderen meestal dan een advertentie in een traditioneel kanaal op tv in print. En je kan ook veel makkelijker je doelgroep bereiken. Op Facebook kan je, dat is misschien niet altijd even aangenaam als gewone mens, maar je kan heel makkelijk targeten op leeftijd, maar ook op interesse. Ik ben bevriend met iemand die onlangs verloofd is, dus ik ga advertenties krijgen voor verlovingsgeschenken. Zo specifiek kan je gaan targeten op Facebook. En dan geef ik het woord graag aan mijn collega Veerle over meer interne communicatie. Ja. We zetten sociale media eigenlijk ook in voor arbeidsmarktcommunicatie. Dat is enerzijds onze vacatures, anderzijds zijn dat ook onze verhalen van collega's, over collega's, over hoe dat het is om te werken bij de Vlaamse overheid. Dus onze employer branding, zoals dat heet. We willen die via de sociale media willen we mensen ook warm maken om bij ons te werken. We doen dat enerzijds via advertenties op Facebook, LinkedIn, Instagram, maar ook via LinkedIn, waar we eigenlijk een mix brengen van de vacatures en de storytelling. En ook een mix van de functies en de beleidsdomeinen. Onze LinkedIn heeft meer dan 15.000 volgers intussen, dus daar hebben we echt een groot bereik. En we zien ook dat onze verhalen daar echt wel veel bekeken worden. Net als Elijn zetten we daar ook ons eigen personeel in.
Op de website Werken voor Vlaanderen ga je verhalen lezen over onze collega's. Maar anderzijds gebruiken we ook Instagram. We geven die eigenlijk elke week aan een andere ambtenaar die een week lang foto's maakt en een klein beetje uitleg geeft over zijn job. We zijn daar nu ongeveer 2 jaar mee bezig en dat werkt fantastisch. We zijn daar nog nooit in moeten tussenkomen. Mensen vertellen heel graag over hun job, vertellen ook nooit iets verkeerd en ons volgersaantal blijft omhoog gaan. Er zijn diensten die daar nog verder in gaan in die ambassadeurs, zoals onze collega's van Natuur en Bos. Zij zetten hun boswachters heel bewust in om te vertellen over wat er in het bos gaande is. Bijvoorbeeld vorige week ging het dan over de schaatsvijvers. Je kon via Twitter elke dag updates krijgen over of het ijs dik genoeg was. Dus het maakte eigenlijk niet uit of je die boswachter ontmoet in het echt of op social media. Het zijn onze collega's die eigenlijk het verhaal vertellen. En dat werkt wel. Ook in interne communicatie gebruiken we sociale media. Op zich krijgen we daar niet zoveel klachten, dus ik ga er iets sneller over gaan. Waarom gebruiken wij Facebook? Om eigenlijk mensen toe te leiden naar onze website, Vlaanderen Intern. We zijn 2 jaar geleden van papier naar digitaal gegaan en merkten dat er eigenlijk 20 intranetten zijn binnen de Vlaamse overheid. En dus wisten we niet zo goed van hoe kunnen we mensen goed gaan bereiken. En dus hebben we sociale media ingezet om die mensen ook buiten het werk te bereiken. Ook omdat, wacht, ik moet even nadenken, ik denk dat 8000 mensen geen werkcomputer hebben binnen de Vlaamse overheid. Dus die kunnen niet op ons intranet. En we zochten ook daar een manier om die extra te bereiken. En we merken als we Facebook, als we artikels over verloning, beestjes, vakantie, die dingen op onze Facebook posten, dat er echt wel een heel groot bereik is. En ook in crisiscommunicatie zetten we het heel bewust in. We hebben de lockdown gehad in Brussel, waarbij dat er op zondagavond duidelijk was dat mensen op maandag niet naar Brussel mochten komen. En er was eigenlijk niks om de mensen te bereiken. En dan hebben we via Facebook nog een heleboel mensen bereikt. Ook op 22 maart, de aanslagen, hebben we eigenlijk een soort carpooling via onze pagina kunnen organiseren. Ook Twitter gebruiken we. Eigenlijk gebruiken we die alleen nog voor die crisiscommunicatie, omdat we merken dat onze content daar niet zo goed gevolgd wordt. Maar op het moment dat het een crisis is, merken we wel dat mensen daar ook hun informatie gaan zoeken. Dus die zetten we dan ook nog wel in. En dan het belangrijkste intern, hè, wat mag je als ambtenaar op sociale media? Dat staat eigenlijk in onze deontologische code en we hebben daar ook een aantal richtlijnen aangekoppeld. Die zijn van 2012, maar eigenlijk nog altijd redelijk actueel en ze komen eigenlijk voor een groot stuk overeen met die van de collega's van de lijn. Het gaat eigenlijk over het spreekrecht. In principe mag je je mening geven, maar je moet wel heel duidelijk maken of dat je in je eigen naam spreekt of namens de organisatie. Je gaat ook heel vaak op Twitter zien dat ambtenaren zeggen tweets zijn in eigen naam. Dat is daar eigenlijk een vertaling van. Maar we vragen ook wel dat als ze gaan in gesprek gaan over hun job, dat ze zich wel bekendmaken als ambtenaar. Maar ook daar, ze moeten verantwoordelijk en loyaal zijn. Dus geen beleid, niet communiceren over beleid dat nog in voorbereiding is of vertrouwelijke informatie mag absoluut niet vrijgegeven worden. Als je kritiek ziet, want dat kom je ook vaak tegen als ambtenaar, Astrid gaf het aan. Daar hebben wij ook een beetje de richtlijn van hou jezelf in. In sommige entiteiten mag je zelf reageren, in andere niet. Dus daar vragen we dat mensen de afspraken volgen die er in hun entiteit zijn. En als ze twijfelen dat het afgestemd wordt met de woordvoerder. Zelf vragen we om heel voorzichtig te zijn en liever geen kritiek te uiten op andere entiteiten van de Vlaamse overheid. We zien het helaas ook gebeuren. We vragen heel bewust om die rechtstreeks te uiten. Ook wij vragen dat mensen niet te veel gaan discussiëren, omdat het internet niet vergeet. En vooral ook om er niet te veel tijd in te steken, omdat dat niet uw hoofdjob is waarschijnlijk. Dat is een beetje in het heel kort onze regels samengevat. Ik denk dat wij ook naar een update moeten gaan waarin dat we ook dat ambassadeur-idee een beetje steken. Hè, dat mensen dat bijvoorbeeld niet altijd weten dat je als privépersoon tweet of Facebookt, maar dat ze jou ook gaan zien als die ambtenaar. Maar dat is voor de toekomst.
En dat was het eigenlijk in het kort. Oké, Veerle, Winnie, dankjewel. Als ik zo in de zaal kijk, ik zie een aantal heel bekende gezichten die we regelmatig terugzien op onze netwerken, maar toch ook al een aantal hele nieuwe. Dus ik denk dat we toch een goede mix hebben van klachtenmensen en communicatiemensen. Ik ben benieuwd of reacties te horen of vragen. Mensen in de zaal die ook zelf bezig zijn vanuit hun de overheidsdienst waar ze werken met Facebook, met Twitter, misschien ook al met Instagram of nog andere dingen. Elise? Vanuit de VRT zijn we daar geleidelijk aan meer en meer mee aan het beginnen. Maar waar dat ik persoonlijk altijd heel moeilijk mee heb, zijn de trollen echt. Want ja, de VRT heeft natuurlijk zijn portie van Rode Burcht en wat dat er nog allemaal wordt gezegd. En ja, in hoeverre dat je daarop kunt reageren. Want wat dat ik persoonlijk wel altijd doe, is van ik reageer enkel op die trollen als ze pertinente onwaarheden vertellen. Als ze echt zeggen van het is vandaag dag van, onlangs was het dag van de vrouwelijke besnijdenis en iemand had gezegd van degoutant dat de VRT er weer niets over doet, terwijl dat we in Vianemie een reportage van 2 uur lang hadden, in de afspraak zat iemand, dan hebben wij wel gereageerd. Maar ja, ik vind het wel altijd moeilijk om die balans daarin te vinden van hoeveel reageert je nu eigenlijk op die trollen. Bij ons staat dat ook in onze policy. Trollen negeren wij zoveel mogelijk. Als het echt scheldpartijen zijn of discriminerende uitspraken, dan gaan wij verwijderen of verbergen? Verbergen. Ook als we hebben dat onlangs ook gehad, dat er bij een campagne mensen een tegenovergestelde boodschap begonnen te geven en naar hele rare websites begonnen te linken. En daar hebben we ook besloten dat we die dingen gaan verbergen, omdat je dan ja, als overheid de mensen in de war gaat brengen. Ja. Maar het is inderdaad eentje waar dat wij ook eigenlijk de hele tijd tegen botsen. Ja. Maar trollen en mensen die zo heel veel hetzelfde posten, flutters, ja. Die negeren we of verbergen we als het echt te erg is. Ja. Ze moeten beleefd blijven, dat is een beetje de baseline bij ons, maar anders reageren wij ook niet. Tenzij ook vooral op pertinente vragen, hetzelfde als bij jou. Ja. Vraag voornamelijk voor de lijn. Ik ben zelf van Aquafim. Wij zijn ook al een paar jaar bezig met uitrol en elk jaar iets intensiever gebruik van sociale media. Ik hoor jullie spreken over verschillende diensten bij alle twee van jullie die daar in sociale media bezig zijn, ook extern die dat ermee bezig zijn. Tools die dat jullie gebruiken. Hebben jullie een idee over de totale investeringskost ongeveer dat is? Ja, het probleem is dat we in het begin niet echt betrokken waren bij het hele opzet van social media. Natuurlijk, wat betreft de kost voor de externe partij die dan eigenlijk in eerste lijn gaat, daar wil ik wel eens een keer onderling eens een keer. Ik ga jullie niet publiekelijk al onze budgetten prijsgeven. Maar het kwam er wel op neer. Bijvoorbeeld wat wij bijvoorbeeld wel met RCA hebben afgesproken, is dat we bijvoorbeeld niet gaan betalen op basis van het aantal meldingen. We hebben een vaste prijs. En daar, als het een drukke maand is, een heel drukke maand of een relatief kalme maand, die vaste prijs is hetzelfde. Dus op die manier zijn we ook wel zeker van oké, dat zijn onze uitgaves. Wat de tool betreft, Engager, dat is ook natuurlijk een prijzige waar we elk jaar ook wel mee zitten. Maar dat zijn allemaal dingen die we wel kunnen meegeven, maar Naar personeel toe, hoeveel mensen zijn dat? Wel, bij ons, nu ook niet iedereen even voltijds natuurlijk. We hebben bijvoorbeeld bij ons op de dienst Caroline zitten, die wel de supervisie doet voor alles wat social media is. Maar die is bijvoorbeeld ook backup voor andere dingen. Ook de website content zit dan bij ons. Als de persoon die daarvoor de lead neemt er niet is, dan wordt daar ook natuurlijk. Het is niet dat we dan niks op website doen en zo. Dus het is allemaal een beetje. Dus dat is één iemand die daar sowieso. Je kunt dat beschouwen als een voltijdse. Maar ja,
mits die opmerking dan rekening houdende. Op RCA zitten dan twee mensen eigenlijk voltijds of quasi-voltijds daarmee bezig. En dan bij Astrid op de dienst zitten er ook twee personen die daar als functietitel specialist sociale media hebben, maar die ook een veel ruimer takenpakket hebben dan dat. Ik denk dat het op dit moment zelfs zo is dat het grootste deel van een takenpakket zelfs niet sociale media is, dat dat zo gefluctueerd is en dat we dat ook binnen die reorganisatie hebben meegenomen om daar weer een beetje een duidelijker kader in te scheppen. Maar spreek mij straks eens aan en dan kunnen we iets meer in detail gaan. Dat is de kost, maar de return. Waar meet je dat eigenlijk aan af? Want je moet toch wel een meerwaarde hebben. En ik denk dat inderdaad voor publieksgerichte diensten die heel wijd verspreid zijn, dat je daar wel snel de meerwaarde van ziet. Maar niet elke overheidsdienst heeft dergelijk publiek. En dus vooraleer dat je gaat investeren, moet je toch wel afwegen. En daar had ik toch wel graag wat info over. Van welke overheidsdienst? Welzijn, volksgezondheid en gezin. En ja. Welzijn wordt heel dikwijls afgemeten aan onwelzijn. Hè. Mm-hmm. Je dreigt snel kommer en kwel te krijgen van iedereen eigenlijk, waar dat je uiteindelijk toch de case nooit via dat kanaal kunt bespreken. Dus in die zin hoed ik me daar een beetje voor om inderdaad dat kanaal echt te gaan gebruiken. Ik heb daar eigenlijk twee antwoorden op. Eén, als je weet wie... Het is een kanaal. En dat is ook wat ik altijd zeg als er bij ons dat soort discussies zijn. Sociale media is voor mij een kanaal binnen het hele palet aan kanalen die we hebben. En we gaan dat inzetten op het moment dat het nodig is, dat we dat nuttig vinden. En ik denk dat dat ook de afweging moet zijn op het moment dat je ermee start. Van, is het een meerwaarde voor ons? Ik ben absoluut geen pleiter om te zeggen, iedereen moet op sociale media. En daarom de beginslides die we gaven van, wij weten dat ons publiek wel op sociale media zit. En dat we eigenlijk zelfs dom zouden zijn om daar niet aanwezig te zijn. Maar als u aanvoelt van... Het publiek dat wij voor ogen hebben, die kunnen we op andere manieren even goed bereiken. Dan weet ik niet of het inderdaad zin heeft. Het andere element wat ik wou zeggen was de onwel waar u over spreekt. Daar moet u helaas mee leven, want die gaat u sowieso hebben. Maar dan moet je de afweging maken, weegt het op tegen wat we daar kunnen doen. En dat is wat ik zei als we het over content hadden. Wij vinden dat wel, omdat we door de bagger die je daar inderdaad af en toe krijgt, de juiste elementen wel kan uithalen, waardoor je wel voelt wat er leeft bij het publiek. Zolang je die analyse goed kan maken, denk ik dat het loont. En twee, het blijft wel een goed kanaal om je eigen verhaal te vertellen, los van wat andere mensen ervan maken. Dat is de twee redenen waarom wij er wel heel duidelijk nog altijd voor kiezen moeten doen. Je moet ook een hele goede voorbereiding doen om inderdaad die analyse te maken van, wordt er nu al veel op Facebook, op Twitter gepraat over ons departement bijvoorbeeld. Dat is de eerste oefening die je moet doen. En van daaruit afwegen van, oké, loont het nu de moeite om de stap te zetten, om zelf proactief te gaan communiceren. Bijvoorbeeld iets wat ik ook al heel vaak heb gehoord is van andere entiteiten dan van, onze directeur-generaal heeft beslist om een app op de markt te gooien. Waarom? Ja, omdat we ook een app willen. Dat mag zeker niet de beweegreden zijn. Het moet allemaal goed afgewogen worden en analyse. Als ik jullie verhaal goed gehoord heb, is snelheid ook een belangrijk element. Hoe snel kun en moet je eigenlijk bij je gebruiker zijn? Hè? En daar is het een handig kanaal voor, maar het heeft ook wel een keerzijde. Hè? Als je ermee start, kun je denk ik ook niet meer stoppen. Nee, dat klopt zo. Als je één keer vertrokken bent, dan moet je volgen. De reactiesnelheid is heel hoog. Wij proberen alles. Als we puur kijken naar het puur gemiddelde, dan zitten we toch op een service level van binnen de 30 minuten proberen we alles te beantwoorden op sociale media. En er zijn natuurlijk heel veel uitschieters bij. Het is een snel kanaal. En het grootste deel proberen we echt binnen die 30 minuten op te vangen. Maar als er grote pieken zijn, dan falen we daarin. Of als er heel moeilijke vragen gesteld worden, dan vragen we ook natuurlijk wel enige bedenktijd. Tijd om intern na te gaan naar het antwoord te zoeken. Maar die eerste reactie is intussen wel geweest, uiteraard. Dus ik denk, bij jullie zal dat evenzeer zijn, denk ik. Wij krijgen eigenlijk niet zoveel vragen binnen op Twitter. Op Facebook krijgen we heel veel comments, maar
vragen waar dat we echt op moeten reageren, valt bij ons heel goed mee. Daarom dat we het ook nog intern kunnen volhouden om alles te beantwoorden waarvan dat wij vinden dat het een antwoord verdient. Maar wij krijgen heel uitgebreide vragen binnen en wij kunnen geen service level van alles binnen de 30 minuten beantwoorden halen. Omdat we vaak andere diensten moeten gaan aanspreken of zelf iets moeten gaan uitzoeken binnen ofwel onze eigen website of de andere overheidswebsites die dat er zijn. Dus bij ons kan dat iets langer duren om een antwoord te geven aan mensen. Maar ze appreciëren het wel enorm dat we antwoorden op sociale media. Hallo, ik ben Marianne en ik werk voor het departement Cultuur, Jeugd en Media. En ik had een vraagje voor de lijn in verband met de webcare. Werken jullie ook met chatbots en zo, of artificial intelligence, of is dat nog niet nodig? Of? Op dit moment werken we daar nog niet mee, maar we bekijken wel of dat eventueel voor reisinformatie bijvoorbeeld een meerwaarde zou kunnen betekenen. Dus, maar op dit moment nog niet. Nee. Ja. Nee. Ja, dat is ook weer een investeringvraag natuurlijk. Ja. Dat is inderdaad een investering, maar misschien dat het voorlopig ook gewoon lukt zoals het nu is. Als... Voorlopig nog wel, ja. Maar opnieuw, ik heb toevallig maandag nog samengezeten met Jente van RCA, onze contactpersoon, met onze conversation managers. Hij liet toch ook wel verstaan van oké, het wordt jaar na jaar na jaar meer. Dus ik voel, zijn vragen ook komen naar volgend jaar toe, van misschien lukt het niet meer binnen het budgettaire wat we deze keer hebben afgesproken. Ja. Dus een beetje afwachten welke piste je dan gaat kiezen natuurlijk. Hè. Dus het lukt nog wel, maar er moet niet meer veel bij komen, denk ik. Ja. Okay. Ja. Dank je. En zijn er nog vragen, reacties of iemand die eigen ervaringen wil delen met eigen gebruik of net of de keuze net om het niet te gebruiken? Misschien dat er ook mensen zijn die... daar nog iets willen over zeggen, waarom dat jullie organisatie net wel of net niet actief is op sociale media? Leontine de Meijer van departement Kanselarij en Bestuur. Ik wou gewoon even voor de zekerheid vragen, klopt het dat jullie via het raamcontract van crisiscommunicatie gebruik maken? Ik wou dat gewoon even meegeven. Dat er is het hier een naam van Jente misschien? Nee, dat niet. Dat is wel interessant voor te weten om de mensen, voor iedereen, dat er een raamcontract is. Waar dat je dus voor zulke zaken gebruik van kan maken. Ja, wij maken daar dankbaar gebruik van. Ja, en dat is het raamcontract, denk ik, crisiscommunicatie en reputatiemanagement. Klopt. Als je dat gewoon googelt met Vlaamse overheid, dan kom je op de link uit. Oké, dus er zijn zeker geen drempels om voor iedereen om aan de slag te gaan. Heeft er nog iemand vragen, reacties? Iemand die iets kwijt wil? Anders gaan we een beetje afronden. Hartelijk dank iedereen voor de deelname. Ik denk dat we interessante stukken gehoord hebben en dat er zeker heel wat mogelijkheden zijn. Het blijft ook nog een beetje afwachten in het nieuwe bestuursdecreet of dat daar nu iets in gaat staan over sociale media en wat wel of niet of ermee te doen. Dus ik wil onze vier sprekers hartelijk danken voor de mooie uiteenzettingen. Ik wil ook AGO en Radek nog eens danken voor altijd de samenwerking om deze netwerken te organiseren. Dus we gaan zeker ons best doen om ook een volgende keer, in het najaar waarschijnlijk, een nieuw netwerk klachtenmanagement op poten te zetten, waar we zeker ook willen kijken om eigenlijk die link met de communicatieambtenaren eigenlijk aan te houden, om die communicatiemedewerkers daar eigenlijk meer bij te betrekken. Ik denk dat dat een goede en een interessante wisselwerking is. Dank u wel. Er zijn hier nog een paar collega's ook van de ombudsdienst hier vanachter in de zaal aanwezig. Dus wij gaan jullie helpen om hier buiten te geraken. Want we moeten dan terug de tunnel door die jullie daar straks zijn doorgekomen. Maar daar gaan we dan wel meteen naar boven, naar de uitgang. Dus het is niet terug heel die weg via de loketten dat jullie moeten nemen. Maar wel de tunnel door en dan terug naar boven. Maar we zorgen dat iedereen veilig buiten geraakt uit het huis. Dank u wel. Maar, we hebben nog een minuut, een filmpje van de lijn. Mensen die dat dan nog graag willen zien. Misschien kun je nog kort iets zeggen wat dat het filmpje... We hebben er eigenlijk twee bij, dus ik ga even een korte stemming houden. We hebben een dame in het plat Gens die uitlegt waarom je niet mag
Heb ik ze niet allebei bij? Nee, dat zou wel jammer zijn. Dan moet je maar eens op onze Facebook gaan staan en kijken. Er is een dame in het Platgens die uitlegt waarom je mag wel drinken, maar niet eten op de bus. Een chauffeur van ons. En we hebben nu Danny mee, omdat dat eigenlijk een heel mooi voorbeeld is van een karakterkop die gewoon onze eigen reclame maakt, waar we niks voor moeten doen hebben. We hebben gewoon aan die man gevraagd waarom werkt hij graag bij ons. En dan krijg je zoiets. We begonnen in 1979, nu 38 jaar terug. We hebben dus eerst met platkopjes, de eerste PCC's gereden. En zijn de trams gekomen die elektrisch koppelbaar zijn. Vroeger hadden we geen cabine. Als dat regende in de stepte de jeen ook met een nette hond in. Die hond waggelde zijn aris af, waar we mee net zo simpel was. Hè. 3 maart 2001 controleur stad geworden. En in 2011 als vaste instructeur hier in de rijschool. We zijn momenteel, ik denk dat we met 10 of 12 leerlingen bezig zijn nu op deze moment. Mijn vrouw die woonde dan, het is daar op de Simmerijtse Stevig, en die zag mij telkens raden. Die zat bij een nichtje van mij in de klas en die zei dan, Hans en Danny, je zit op de 24. En af en toe kwam die dan eens een keer zwaaien. En die heeft dan destijds op mijn eindpunt eens een keer met een witte roos op mijn tram gestaan. We zijn nu 30 jaar samen, dus dat is ook ergens iets dat even blijvend is als mijn job hier aan de lijn. Chauffeur is een toffe roep, is plezant. Kunt doorgaan naar controleur, is ook plezant. Een instructeur tram, is ook plezant. Dat je misschien achter het stuur zit en dat we daar misschien nog een paar vragen stellen. Staat hier een bus? Sorry, achter de stuurpost.